Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Mijn partij heeft haar deel gehad aan incidenten. 3 Kamerleden zijn de afgelopen 20 jaar ernstig in opspraak geraakt. Met grote gevolgen voor de beeldvorming van mijn partij. Dat heeft GroenLinks verwond en dat heeft langdurige gevolgen. Maar, zeg ik met nadruk, alle 3 de Kamerleden zijn ook vertrokken. Al dan niet vrijwillig. De PVV slaat nieuwe records. 7 Kamerleden zijn in opspraak geraakt in krap een paar jaar. Brinkman, Graus, Hernandez en wat meer op de achtergrond, De Roon vanwege zijn lidmaatschap aan de Nationale Veiligheidsbrigade, Van Klaveren omdat hij op een foto op Hives in een klaslokaal een pistool tegen zijn hoofd zet en Van Bemmel vanwege onregelmatigheden bij faillissement. En sinds een week is Erik Lucassen wereldberoemd omdat hij een ware bullebak bleek en veroordeeld is voor ontucht. En misschien is met Sharp nummer 8 in aantocht. En nu kun je zeggen, vind ik, dat met een nieuwe politieke beweging met beperkte middelen en grote haast dit kan gebeuren. Maar de kardinale vraag is hoe je handelt als leider van een harde law and order club die niks heeft met tweede kansen en vindt dat de strafmaat op ontucht en andere baldadigheid verhoogd moet worden van 6 naar 15 jaar. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, de honden lust er echt geen brood van wat mevrouw Hassema hier produceert. Dat heb ik ook gedacht de afgelopen week, meneer Wilders. De honden... Ik herhaal mezelf nog een keer. Lust er toch geen brood van wat mevrouw Hassema hier presteert. Als het gaat om iemand die veroordeeld wordt, zal ik dadelijk aangeven dat dat natuurlijk laakbaar is. En dat wij dat ook zeker het boetekleed voor aantrekken. Maar u noemt nou de namen van een aantal collega's en u zegt dat ze in opspraak zijn geraakt. Alsof dat heeft geleid tot een veroordeling of anderszins. U noemt een collega die op een plaatje stond tijdens een schoolfeest wat u niet zint. U heeft het over de heer Brinkman, die niet is vervolgd, nog is veroordeeld. U heeft het over de heer Graus, die niet is veroordeeld. U heeft het over de heer Hernandez, waar zelfs van vervolging nog geen sprake is. En ze noemt u een hele waaier van mijn collega's, terwijl u weet dat bijna iedereen die u noemt niet is vervolgd, dan wel niet is veroordeeld. En mevrouw Hassema, dat siert u niet. Dat zijn allemaal mensen die hard werken voor de PVV en die het niet verdienen om door u, zonder dat ze zijn veroordeeld, op een goedkope manier in het beklaagde bankje te zetten. U zou zich daarvoor moeten schamen. Mevrouw Hassema. Dat de heer Brinkman even roffelt. Voorzitter, ik zei in opspraak geraakt. Dat is iets anders dan strafrechtelijke veroordelingen. Namelijk, voor het goed functioneren van een Kamer geldt niet alleen of je wel of niet strafrechtelijk veroordeeld bent. Maar laat ik u zeggen dat het u siert dat u opkomt voor uw eigen Kamerleden. En dat u zich verweert op het moment dat er geen sprake is van strafrechtelijke veroordeling. Daar zult u mij niet over horen. Wel zijn mensen in opspraak. Maar laat ik dan tegen u zeggen, ik wou dat u wat minder verdachtmakingen had geuit de afgelopen jaren over de loyaliteit van bijvoorbeeld Al-Bayrak, van Abu Taleb. Waarom heeft u mevrouw Ariep verdacht gemaakt zonder strafrechtelijke veroordeling? Wat voor moraal hanteert u tegen uw eigen Kamerleden die u geenszins voor andere Kamerleden laat staan voor andere burgers hanteert? Voorzitter, in opspraak geraakt is niet synoniem met iets gedaan hebben. En als u zegt dat collega's van mij, gewaardeerde collega's van mij, in opspraak zijn geraakt omdat ze op een foto stonden. Of omdat ze een barman wat hebben aangedaan. Of dat ze hun partner wat hebben aangedaan. En niet is bewezen dat ze dat hebben gedaan, moet u voorzichtig zijn en op uw woorden passen. Want als u die voorbeelden noemt, en u noemde ze, u noemde de voorbeelden met een opspraak en heeft geen schijn van bewijs dat dat ook is gebeurd, moet u een toontje of 10 lager zingen. Want u beschadigt daarmee mensen. Als ze veroordeeld zijn, is dat uw goede recht. En zult u mij dan niet overhoren. Maar al die collega's die u net noemde, beschadigt u ermee. Terwijl u geen greintje van bewijs heeft dat ze ook hebben gedaan wat u heeft genoemd. En daar moet u mee ophouden. Meneer Wilders, ik zou zeggen, maakt u het rapport openbaar. Dat van het onderzoek dat u heeft laten doen naar de heer Graus. En dan praten we door. U vervolgt uw betoog. En hoe kunt u om zoveel langmoedigheid vragen
terwijl u zelf bij veel lichtere delicten dan bijvoorbeeld door de heer Lucassen zijn gepleegd, niets ontziend bent als het om gewone Nederlanders gaat. Wij zijn sinds een paar dagen... Meneer Wilders. De wet geldt voor iedereen. Ja. Ook voor PVV'ers. Dus als wij in de Kamer voorstellen om strenger te straffen, als wij in de Kamer voorstellen om de straffen te verhogen, als wij in de Kamer voorstellen om minimumstraffen in te voeren, dan geldt dat ook voor PVV'ers die in de fout gaan. Daar zult u ons nooit over horen en u moet ook niet de suggestie wekken dat wij met twee maten meten, want dat doen we niet. Als iemand van ons in de fout gaat, dan verdienen ze die straf en dan verdienen ze ook een hogere straf. Maar u moet zich wel beperken tot diegenen die ook aantoonbaar in de fout zijn gegaan en geen beeld omroepen dat mijn fractie een fractie is van halve criminelen, want dat zijn ze niet. En ik kom er in opstand als u dat beeld wekt. Mevrouw Halsema, u vervolgt uw betoog. Ik help het u hopen. Hoe kunt u, meneer Wilders, volhouden dat de heer Lucassen mag blijven zitten, veel geld mag verdienen zonder ervoor te hoeven werken, als u gewone Nederlanders zoveel harder beoordeelt en hen geen enkele tweede kans gunt? Is het enkel uw wens, uw gedoogmacht te houden, dat u al uw compromisloze opvattingen daaraan ondergeschikt maakt? Waarom heeft u hem anders niet aan de dijk gezet? En onze premier is in geen velden of wegen te bekennen. De razendsnelle verloedering van zijn gedoogconstructie doet hij alvast gedoe. Een kabinet dat korte metten wil maken met gedrag als dat van meneer Lucassen en vindt dat de oordelen bij dikwijls veel jongere wetsovertreders niet scherp genoeg, de straffen niet hard genoeg kunnen zijn, hult zich nu in nevelen. En daar vraag ik u dan ook naar. Wat is uw morele oordeel eigenlijk over 7 à 8 Kamerleden in uw gedoogconstructie die in opspraak zijn geraakt? Hoe kunt u dit afdoen als een interne aangelegenheid, als uw lot als premier rechtstreeks afhankelijk is van de heer Lucassen, voorzitter, en als u gewoon met lege handen staat als er nog een strafblad of een kopstoot boven tafel komt? Ja, voorzitter. Voordat ik u het woord geef, ik hoor u voortdurend elkaar rechtstreeks aanspreken. En ik begrijp dat best gezien de aard van het onderwerp. En toch moet u het juist daarom niet doen, meneer Wilders. Voorzitter, ik blijf het herhalen. Mevrouw Halsema moet daarmee ophouden. Zij stelt de vraag aan premier Rutte hoe het is om een kabinet te hebben wat gedoogd wordt door een fractie met 8 mensen die in opspraak zijn. Dat is complete onzin. Het gaat er in dit land niet om of je in opspraak bent. Het gaat er in dit land om dat je wettig en overtuigend bewezen moet zijn en veroordeeld moet zijn door een rechter. Ik kan een lijst produceren met weet ik hoeveel GroenLinks-leden die weet ik wat allemaal fouten hebben gedaan. Ik ga dat niet doen, want ik wil dit debat niet gebruiken. Ik wil mijn fouten ook toegeven en ik wil niet met modder terug gaan gooien. Maar gooit u dan van uw kant ook niet modder naar mij? Mevrouw de voorzitter, ik heb het tegen mevrouw Halsema. Mevrouw Halsema moet mij niet verwijten. Ja, ik hou me maar even aan uw regels. Mevrouw Halsema moet mij niet verwijten. Wat ik net al zei, dat mijn fractie vol zit met mensen in opspraak. En het is ongepast dat ze die vraag stelt aan de minister-president, terwijl het gros van die mensen die zij in opspraak noemt niet zijn veroordeeld, niet is bewezen dat wat ze hebben gedaan, en dus vol trots hier in die Tweede Kamerbankjes kunnen zitten, mevrouw Halsema. Mevrouw Halsema. Ik ben eerlijk gezegd in de veronderstelling dat de lat voor Kamerleden iets hoger ligt dan alleen een strafrechtelijke veroordeling, of niet. Dan nog, ik vind dat ook mensen met een strafrechtelijke veroordeling nog lid van de Kamer kunnen worden. De vraag is wel hoe je als leider van een law and order beweging omgaat. En dan ook nog van een law and order beweging die de afgelopen jaren bepaald niet terughoudend was in zijn oordelen. Ik herinner me hoe u minister Kramer, voormalig minister Kramer, onbarmhartig naar huis hebt gestuurd. Omdat ze misschien wel en misschien niet in de jaren 80 een sympathiebetuiging voor Bluf had ondersteund. En de woorden die u daarbij heeft gebruikt. Hoe haalt u het in uw hoofd om nu mij de maat te nemen, terwijl u zelf vooraan stond in het veroordelen van anderen de afgelopen jaren? Meneer Wilders. Voorzitter, mevrouw Halsema zegt dat de lat om Kamerlid te liggen hoger ligt dan een strafrechtelijke beoordeling. Maar ze is het toch met mij eens dat hoe laag of hoe hoog die lat ook ligt, dat het dan wel zo moet zijn dat je gedaan hebt waarvan je wordt beticht. Ja. En als een Kamerlid bij ons wordt beticht van bijvoorbeeld het slaan van een barman,
En hij heeft dat niet gedaan. En u kunt niet aantonen dat hij dat wel heeft gedaan. Dan geeft het toch geen pas om hem in dat rijtje te noemen. En bijvoorbeeld te zeggen dat die lat hoger moet liggen. Als je iets niet hebt gedaan, valt er geen, is de lat gelijk met die van u en die van mij. En zo is het en niet anders. Voorzitter, voor Kamerleden gelden andere criteria. In opspraak raak je ook zonder strafrechtelijke tussenkomst door de rechter. Ik herinner mij een Kamerlid van ons dat naar huis is gegaan. En terecht. Op een verdenking en niet op een veroordeling. En ik herinner me ook uw oordeel. Onbarmhartig. Dus eerlijk gezegd, komt u mij er niet mee aan dat er geen oordelen geveld mogen worden als Kamerleden in opspraak komen en dat die pas geveld mogen worden als Kamerleden strafrechtelijk veroordeeld worden. Gaat u dan eerst eens even uw eigen geschiedenis na.